In deze video hebben we het over lepeltje, lepeltje. Omschrijf dat standje eens in een woord. Ja, oh ja, één woord. Pijn. Meh. Dichtbij. Diep. Handtastelijk. Intiem. Ja? Ja. Top. Intiem, maar dan op een andere manier. Warm. Ik heb het niet zo heel vaak gedaan. Cooling down. Gezellig. Morning after. Ja. Ochtend. Volgende ochtend. Ja. Ja, dat is het volgende ochtend standje. Ja. Dat is het goeiemorgen schatje standje. Inderdaad. Ja. Het is zo heerlijk zo. Ja, ik denk body touch abilities. Maar je kan zeg maar heel veel dingen makkelijk aanpassen omdat je op je zij ligt. Dus je kan je heupen kantelen waardoor je dieper of minder diep gaat. En je ligt tegen iemand aan, dus je kan ook tegelijkertijd aan iemands borstkas zitten en aan iemands borsten zitten. Ja, het voelt zo knus of zo. Het voelt zo geborgen. Is dat het goede woord? Zo voelt het. Ik noem dat altijd dat je smelt in elkaar tijdens lepeltje, lepeltje. Dus het is heel diep. Het is best wel heel intens, vind ik, als vrouw. Ik zeg ja, ik heb echt 9 van de 10 keer is het echt meer ontstaan na bijvoorbeeld als de man nog niet was klaargekomen. Dat je even gaat knuffelen en dat het dan weer spanning ontstaat. Of je wordt een beetje in je nek gezoend en dan ja. Een van meer voel ik daar meer vrijheid binnen dan missionaris. Ik voel meer zelfbewegingsruimte, ook om andere dingen te doen. Oké, mooi gezegd. En hoe was de laatste keer? Het was heel leuk. Ik denk dat het echt onderschat is bij lepeltje, lepeltje, dat je heel veel je handen ook kan gebruiken. Ja, ja, dat was wel leuk. Ja, ik was net wakker, nou ja, met mijn bips naar hem toegericht. Dan komt hij eerst tegen me aan. Even voelen overal en zorgen dat ik opgewonden raak. Dan al heel snel ja, geef ik er wat gas op. Dan ga ik gewoon. Dan zit ik op mijn zij, lig ik op mijn zij zo. En dan pak ik gewoon de bedrand en dan begin ik te stoten. Ja, ik kan me dan niet inhouden. Ik vind het juist iets mysterieus hebben, omdat je elkaar niet aan kan kijken. Okay, ja. En dat eigenlijk als vrouw je dan helemaal overgeeft. Ja. Andersom zou ik ook wel een keer willen. Ja. Ik ben serieus. Ja, ja, ik wil dat ook, maar ja, dat willen ze vaak niet. Nee. Maar als je dan net iets verkeerd ligt, dan is het dan van... Hij is wel lastig. Hey, wil je even een beetje schuiven? Ja. Een beetje naar links. Nee, ja. Niet zo ver. Een beetje naar rechts nu. Nee, dan zit je aan het begin. De eerste 2 minuutjes is het even vechten. En dan vind je die sweet spot en dan is het oké. Maar ja, je moet wel even kalibreren. Ja. En dan na dat kalibreren, waar moet je dan op letten? I'm scooting the booty to the back. Ja. Looking back at it. Ja, ik vind het standje zelf minder prettig, omdat het vaak wat lastiger is om het in één keer goed te doen. Want je werkt toch zeg maar een soort van achteren. En je moet maar net de juiste hoek bepalen om erin te gaan. Ik denk dat je als vrouw altijd een beetje zo je kontje naar achter duwt. Ja, absoluut. Je kan meer met je bovenlichaam. Je kan bijvoorbeeld zo met je bovenlichaam tegen iemand aan liggen en nog naar achter met je hoofd. En je kan met iemand zoenen en iemand kan je zo helemaal lekker vastpakken. Maar qua onderlijf moet je even... Die moet je wel een beetje vasthouden. Want anders je moet ook een beetje een hoek maken. Ja, maar anders gaat hij er ook uit. Als je zelf helemaal losgaat, dan... Of je wordt net wakker en je wil een soort van peilen of hij het door heeft. Hint even geven. Met je bil wrijven tegen. Ja. Ik ben natuurlijk wat dikker. En dan moet je soms ook wel, waar dat misschien bij de een wat zo erin glijdt, kan dat soms wel anders zijn. Ook met het formaat van de man. Ja, je kan natuurlijk heel vlak naast elkaar zo liggen. Maar je gaat net als de klok, zeg maar de wijzers van de klok, ga je steeds meer zo. Oh, ja. 12 uur, jongens. Ja, dan is 3 uur. Ja. Wat is jullie tip als het gaat om dit standje? Ja, ik denk handen gebruiken. Een beetje voelen, een beetje dit, een beetje dat. Inderdaad, je kan je handen wel. Ja. Ja, ik denk gewoon veel aanraken. Like, stroke the breast. En luister ook gewoon naar wat je terugkrijgt, de feedback. Ik zou zeggen je benen omhoog. Eentje omhoog bedoel ik, zeg maar. En dan hem het laten pakken. Zodat het gewoon nog wijder en mooier en open en alles. En dan, ja, ik weet niet, dan is die penetratie gaat dan beter, vind ik. Kijken. De beentjes zijn niet wijd. Je kan niet zien waar je bent, zeg maar, heel makkelijk. Als je moet beginnen en je moet er maar in hangen, zeg maar, dan is het soms gewoon even niet makkelijk. Dan moet je wel echt even je best doen. Soms kan het helpen als een vrouw je een beetje begeleidt. Ik denk voor mij
dat ik echt mijn billen of mijn bekken naar achter duw. Zo kan jij als vrouw bepalen wat voor jou is. de engel is en wat fijn voelt. Ja. Je kan heel makkelijk, als je met de vibrator erbij wilt experimenteren, dan kan dat in deze houding heel makkelijk. Dan kan dat. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Nu? Ik vroeg me af hoe je het gedaan had. Wat doet hij met zijn andere hand? Je maakt inderdaad wel eens mee dat hij eruit vloekt. Oh, heftig. Oh nee, niet grapje, niet zo heftig, maar het is helemaal nat al. Als hij eruit gaat, of eruit vloekt, ja, dan verander je even de stand van je heup of ga je iets meer naar beneden. Wil jij ook zien hoe je op een prettige manier seks hebt? Ga naar npo3.nl/sexpedia voor meer informatie.